het was een ongelooflijk mooie combinatie van diepzinnig speels en in contact. Heel mooi was het hoe je in contact komt met zowel af en toe één iemand en dan weer de hele groep. En dat ook nog afwisselen tussen volwassenen en kinderen. Ik vind het echt een ongelooflijke aanwinst. Hoe vond jij het in de transparante kerk? Nee. Dus het was niet saai? Nee. Het is een kinderfilosoof. Zet die kinderen ook een beetje aan het denken. Dat is wel heel erg leuk. Dat zag ik ook bij Stijn een beetje gebeuren tijdens de voorstelling. Dat vond ik wel heel leuk dat het toch een beetje actief gebeurde was. Iedereen het daar toch op, via een of ander kanaal in wil duiken. Want hij maakte grappen, zo waren net moppen. Spat, dat ik dat wilde delen. Oh, wow. Dat ik zo blij ben. Ja, en dat komt door deze dienst, hè? Ja, absoluut. Oh, wow. Ik heb vooral erg gelachen. Daardoor kom je op al die vraagstukken. Maar jij kan ook helemaal schakelen. Ik vond het verfrissend. Het was grappig. Ja, dat wel. Een andere hoek bekijken. Ik vind het idee van een kerk vind ik heel erg leuk. Een transparante kerk, dat ik er doorheen kan kijken. Ook, ja. En daar maakt hij ook wat toespelingen over. En dat je gewoon in een kerk moet je eigenlijk zelf stil zijn. Maar dat is in deze kerk niet zo. En dat is wel grappig. Nee, wij hebben ons heel erg gemaakt. Ja.